Een conceptmap, wat is dat? En hoe kan het je helpen bij effectief leren? In deze video ga ik in op beide vragen. Allereerst heel kort een theoretische onderbouwing. Conceptmaps zijn gebaseerd op de assimilatietheorie van Ausubel en de leertheorie van Novak. Novak zei daarover: Betekenisvol leren houdt in dat je nieuwe brokjes kennis laat aansluiten bij al aanwezige kennis. Het proces van leren heeft zoiets weg van het bouwen van een toren van Lego. Dat zegt de theorie. Laten we nu eens gaan kijken hoe de concept map kan helpen bij betekenisvol leren. In een concept map werk je met blokjes waarbij je in elk blokje één begrip zet. Die blokjes ga je vervolgens met elkaar verbinden. Daarmee lijkt een concept map best wel op een mindmap, maar er zijn twee belangrijke verschillen. Bij een mindmap staat het belangrijkste begrip in het midden. De andere begrippen staan er in een wolk omheen. Een conceptmap is veel gerichter qua opbouw dan een mindmap. Een conceptmap is hiërarchisch opgebouwd: het centrale thema staat bovenaan en de andere termen komen in lagen daaronder te staan. Hierdoor zul je ook vaak zien dat de praktische toepassingen en voorbeelden onderaan de conceptmap komen te staan. Daarnaast kan een conceptmap ook dwarsverbanden bevatten en heeft het in de regel een complexere structuur dan een mindmap. Een mindmap gebruik je vaak om vrij te associëren of te brainstormen. Een conceptmap kun je veel gerichter inzetten als een hulpmiddel bij het leren. Het tweede verschil tussen een conceptmap en een mindmap zit hem in de verbindingen tussen de begrippen. Bij een conceptmap worden de verbindingen gevormd door pijltjes of streepjes. Bij elk pijltje komt een verbindingswoord of zinnetje te staan. Dit verbindingswoord maakt het mogelijk om de begrippen aan beide zijden van het pijltje aan elkaar te koppelen in één zinnetje. De verbindingswoorden zijn vaak geschreven in een actieve vorm. In dit voorbeeld zou je dus kunnen lezen: Een conceptmap lijkt op een mindmap. Met een conceptmap laat je zien wat de onderlinge verbanden zijn tussen verschillende bij elkaar horende begrippen. Dat doe je op een grafische manier, waardoor onderlinge verbanden en processen visueel zichtbaar worden. Wanneer je een conceptmap maakt, ben je creatief bezig met de leerstof. Maar let op: een conceptmap is veel meer dan alleen een leuke tekening. Je gebruikt conceptmaps in de eerste plaats om te leren. Een conceptmap kan namelijk een heel goed hulpmiddel zijn om effectief te leren. Laten we eens kijken waarom dat is. Leren kan betekenen dat er stukjes losstaande kennis in je hoofd moet komen. Een voorbeeld hiervan is het leren van rijtjes woorden voor een vreemde taal of de namen van verschillende scheikundige stoffen. Voor deze vorm van leren, het wordt vaak stampen genoemd, is het toepassen van een conceptmap niet de meest logische keuze. Het is dan veel beter om gebruik te maken van andere technieken, zoals bijvoorbeeld flashcards. Maar meestal bestaat de leerstof niet uit geïsoleerde brokjes kennis. Begrippen hebben vaak met elkaar te maken, soms zelfs in complexe verbanden. Er is bijvoorbeeld sprake van oorzaak en gevolg. Er wordt dan meer van je verwacht dan alleen kennis opdreunen. Je moet uiteindelijk ook die kennis flexibel kunnen toepassen. Dat vraagt van je dat je abstract met de leerstof kunt omgaan. Je zult betekenisvol moeten leren. In die gevallen is een concept map juist wel een hele goede manier om de leerstof te verwerken. De belangrijkste stap van het werken met een concept map zit hem namelijk in het maken ervan. Wanneer je een concept map maakt, moet je goed nadenken over hoe elk van de begrippen te maken heeft met één of meerdere van de andere begrippen. Je zult ook moeten nadenken over welke begrippen belangrijker zijn en welke volgorde er zit tussen de begrippen. Een goede conceptmap is daarmee vaak ook een goede samenvatting van de leerstof. Wanneer je zo met je leerstof bezig bent, dan ben je actief aan het leren. Vergelijk dit bijvoorbeeld eens met het maken van een traditionele samenvatting of met het markeren van belangrijke stukjes tekst. Ben je dan ook even intensief bezig met de stof? Daarnaast zul je merken dat je vaak een aantal van de begrippen al kent. Die behoren dan al tot je voorkennis. Tijdens het maken van de concept map ga je actief nieuwe broekjes kennis koppelen aan deze voorkennis. Hoe noemde Novak deze manier van leren ook alweer? Precies, je bent betekenisvol aan het leren en dat is ook tevens een hele efficiënte vorm van leren. Als we het samenvatten, dan kunnen we twee conclusies trekken. Door een conceptmap te maken, zul je de leerstof beter en op een dieper niveau gaan begrijpen. Je zult beter in staat zijn om tot kern te komen van de kennis. Je kunt abstract met de leerstof omgaan, wordt dan ook wel gezegd. En dat leidt er vervolgens weer toe dat je ook beter in staat bent om deze kennis toe te passen in nieuwe situaties. Dit wordt ook wel transfer genoemd. En deze transfer is wat je vaak wilt bereiken in je leerproces. Zoals je ziet hebben we in deze video samen een conceptmap gemaakt over het begrip conceptmap. Hopelijk heb je nu een beter idee gekregen van wat een conceptmap is en waarom het je kan helpen bij het leren. Maar naast de inzet daarvan aan het begin van je leertraject kun je een conceptmap ook wat verderop in het leerproces gebruiken. Bijvoorbeeld als check tijdens de verwerking van de leerstof. Om te kijken of je de leerstof al onder de knie hebt. Of als manier om jezelf te toetsen. Retrieval practice wordt dat ook al genoemd. Kun je bijvoorbeeld alle verbindingen in deze concept map nalopen en voor jezelf de begrippen aan elkaar verbinden in zinnen, met hulp van de verbindingswoordjes. En zou je dat over twee dagen nog steeds kunnen? Als je dat lukt, dan heb je werkelijk iets geleerd. Tot slot nog twee tips wanneer je zelf gaat werken met concept maps. Zorg ervoor, zeker wanneer je net begonnen bent met een blokje nieuwe leerstof. Dat je een door jezelf gemaakte conceptmap altijd laat controleren. Dat kan een medeleerling doen, maar natuurlijk ook je docent. Het laatste wat je namelijk wilt, is dat je jezelf op een hele efficiënte wijze de verkeerde dingen aanleert. Probeer daarnaast niet te veel begrippen in je conceptmap te proppen, want dan ben je heel erg veel tijd kwijt met het maken ervan en het wordt dan ook veel moeilijker om de onderlinge samenhang tussen de begrippen te zien. Hou als richtlijn 10 tot 12 begrippen aan. Zeker wanneer de leerstof nog nieuw is voor je, kan het slim zijn om je docent om hulp te vragen. Bijvoorbeeld door een lijst met sleutelbegrippen te vragen waarmee je aan de slag kunt. Hopelijk heb je nu een goed beeld gekregen van de kracht van de Concept Map. Veel succes met het werken ermee!